En hoe heet jij, jongeman? Ik heet Ingmar Thalys, mevrouw. Ingmar. Zeg, Ingmar. Hoe leg ik dit uit dat zelfs jij het begrijpt? Je bent ontslagen. Maar ik ben hier vrijwillig. Zo, dit is goed genoeg. Wat ik wil is 2 zoetjes in mijn koffie. En Wilbert nog wat op een stoel tegenover me. Zo, Wilbert. Ga zitten. Is er misschien iets waar jij goed in bent? Mijn vader zei altijd dat je kan bouwen op mensen die kunnen maken met hun handen wat ze in hun hoofd als vorm hebben. Is er misschien iets wat jij kan maken? Wilbert. Kan je misschien origami? Ja, een kraanvogel. Een kraanvogel? Nou, als jij nou eens even een kraanvogel voor ons vouwt. Ja, dat is schitterend mooi. Maar hopeloos onpraktisch. Net als jij. Zorg jij ervoor dat je bureau vanmiddag opgeruimd is, want anders staat het zo slordig. En misschien kun jij zorgen dat Guus Averkoorn zo naar binnen komt. Het zou echt geweldig zijn. Ik begrijp ook echt niet waarom ze jou... Psst. Staan straks allemaal op straat. Waarom Guus? Hij is de best presterende medewerker van dit kantoor. Ik zou jou eens wat vertellen. Management is lastig. Kiezen, dat is lastig. En daarom heb ik de perfecte methode ontwikkeld. Jij kan toch? Natuurlijk wel! Wie zegt er nou dat de ene werknemer beter is dan de andere? Als hij betere rendementen behaalt bijvoorbeeld... Hij kan nu elk moment hier zijn. Wie? Die jongen. Die ene. Er moet er nog eentje uit. Wie ga je kiezen? Jij? Of hij? Zitten. Het spijt me. Het spijt me heel erg. Ik wist wel dat wij hetzelfde hout zijn gesneden. Dat is gewoon jouw hele probleem. Jij bent niet scherp genoeg.
Fijn weekend.